Vandaag gaan we afscheid nemen. Dames en heren, mag ik een staande ovatie voor onze voorzitter, Jan Smit. Je bent niet alleen de allergrootste voorzitter, de fantastische voorzitter van deze club, maar je bent ook de allergrootste fan van deze club. Voorzitter, jij bent gewoon Heracles. Dankjewel. Ja, ik had dit allemaal niet verwacht. Ik vond vandaag maar één ding belangrijk. En dat was het winnen van ADO Den Haag. Dat hebben we gedaan. Kunnen zijn met afscheid. Want de afscheid, daar heb ik allemaal aan jullie te danken. Dan heb ik aan alle supporters van de Heracles te danken. Dan heb ik aan alle sponsoren van de Heracles te danken. Dan heb ik aan alle medewerkers van de Heracles te danken. Dan heb ik aan mijn bestuur te danken. Want voornamelijk aan jullie, alle supporters, die uiteindelijk achter mij zijn blijven staan. Ik heb een fantastische tijd gehad. Ik dank jullie allemaal. Ik blijf supporter. En ik roep jullie alleen maar op, als jullie er nou voor zorgen, dat ook je buurman en je vriend meegaan, wedstrijd volgend seizoen en daarna elke wedstrijd in het stadion net zo vol is als vandaag. Dat hebben jullie allemaal in de hand. We moeten met z'n allen doen. Iedere Almeloer en uit de verdere regio moet trots zijn op deze hele mooie club. Dat gaat jullie goed. Ja, maar de scheidsrechter die doet veel administratie, die moet alles opschrijven. Dat is heel belangrijk. Zijn wij er klaar voor, team 1 en 2? Ja? Start er maar! Oké, en om en op. Goed zo. Kijk, dit is het mooiste plaatje voor alle video mensen. Op het moment dat ze beginnen zie je allemaal tegelijk de dingen rollen. Van voor naar achter, oftewel richting het vriendenpotje. Ik ben van het House of Sports. Wij organiseren dit jaar voor de 15e keer het NK Knikkeren. En daarvoor komt u in Almelo. Hoeveel deelnemers heeft u ongeveer? We hadden 45 aanmeldingen in Almelo. En nu zien we dat er een paar nog komen, dat ze een continu rooster hebben. Dus die zijn wat later uit. Dus die komen nu nog binnen. En dus die kunnen op de extra banen gaan knikkeren. Het valt ook niet mee om de kinderen achter de computer weg te krijgen. Dat hopen wij inderdaad. Dat klopt helemaal. We hopen ze weer lekker naar buiten te trekken. Zodat ze buiten kunnen gaan knikkeren. En we denken van buiten spelen komt buiten sporten. Dus Unive is de hoofdsponsor van het NK Knikkeren. En zij zijn supporter voor sport. En zij hopen inderdaad hiermee de kinderen aan het spelen te krijgen, maar ook aan het sporten daarmee. Ik zag dat Bultje van Heracles ook aan het knikkeren was, maar hij maakte er niet veel van. Nee, deed hij het niet goed. Nee, ik zag hem ook, maar hij heeft natuurlijk erg grote handen, heeft de mascotte. Dus ja, dat is moeilijk. Het gaat juist om de precisiewerk natuurlijk, hè. Juist met het knikkertje zo er tegenaan. Ja, misschien kan hij beter voetballen. Dat hoop ik wel, ja. Dat hoop ik wel dat hij beter kan voetballen, inderdaad. Maar de kinderen hier die hebben wel talent, hoor. Ik heb net al even gekeken. Die doen het erg goed. Mooi, hè? Ja, ze hebben er duidelijk plezier in. Ja, ze hebben inderdaad plezier.
En het leuke natuurlijk met knikken is dat iedereen kan winnen. Je hoeft niet per se heel goed te zijn erin, maar je moet ook een beetje geluk hebben. En juist zijn ook een paar kleine kindjes die er rondlopen, maar die doen het ook enorm goed. Dus dat is hartstikke leuk. Succes. Dankjewel. Een van de belangrijkste spelregels is altijd richting het potje knikken. Daarom is die niet nog zo belangrijk, maar straks met de afval... We zijn klaar voor de eerste stap vandaag in Bornebroek. Allemaal hartelijk welkom bij de ASB voor de Rama-wedstrijd. Tevens denk ik dat het voor je direct aan de leiding gaat, Ruben Rensen. De coach-up, dat krijgen we zo allemaal een beetje in beeld. Ruben Rensen aan de leiding voor de 554 van Bram Becks, denk ik, op de tweede plaats. We staan op de finish line naar de eerste volle ronde met Ruben Rensen aan de leiding. De 554 van Bram Becks, gevolgd door de 556 daarachter. Dit is de... De technicus van Remco Tippett, die hebben natuurlijk ook meer concurrentie. Van Laatse van de Bij, die kunt gemakkelijker op. Twee ronden nog te gaan met koploper Bruinswaar. Remco Tippett, gaat je naar de nummer 3 in de wedstrijd, de 979 Hillem Ellemaar, Hans Bolbach, Hansen van de Bij. En de supers. Dus een inschrijving vandaag. De 410 van Björn Issink. En weer een school hier in de. Maar joh. Oh, je ook en dan roept hij, mannen, volg mij! Hey, volg mij. En dan zeg ik, vrienden, volg mij! En dan komt hij er eraan. Ja, ja, als enige. Wij gaan morgen een kampement opbouwen en er komen 700 reenactors naar Omlo om een historische veldslag dit weekend na te spelen. Twee keer over zelfs. Dus die komen uit heel Europa en dan gaan we dat hier neerzetten. Mooi, wat gaat u zelf doen dan? Nou, met name met de organisatie bezighouden, maar als het enigszins kan,
dan hoop ik nog meer te kunnen doen met het Frans revolutionaire leger. Om vrijheid, gelijkheid en broederschap te brengen hier in Almelo. En er schijnt nog iets te zijn met Pieperiet zaterdag. Want het schijnt dat het proces daarvan gaat plaatsvinden. Dus dat is afwachten hoe dat zal gaan aflopen. Nou, Pieperiet, dat is de man die het laatste gehangen is in het doodveroordeeld is in Almelo. En dat was in 1818. En dus precies 1817 is die veroordeeld, 1818 is die gehangen. En dat proces is dus exact 200 jaar later. En dat proces gaan we aanstaande zaterdag opnieuw opvoeren met allemaal bewijzen en tegenbewijzen. Dus het is de vraag hoe het met meneer Pieperiet gaat aflopen. Dus de uitslag is nog niet bekend? Authentiek natuurlijk wel, maar we gaan het proces overdoen. Er is de best kans dat hij dit keer wel wordt vrijgepleit natuurlijk. En wie is zijn advocaat? Dat is de heer Bridé, een zeer welbekende advocaat in Almelo. Goede advocaat. Dus Pieperiet heeft de beste advocaat gewoon voor zich. Dus wat dat betreft kan het heel anders gaan lopen. We doen zowel zaterdag als zondag doen wij een historische veldslag. Daarnaast hebben we een historische artillerieshow. We hebben een historische cavalerieshow, dus met paarden. Die gaan demonstraties geven. We hebben het kinderplein van 11 tot 5 geopend met een soldatenschool. Kinderen kunnen geldbuideltjes maken, rondleidingen krijgen, een speurtocht. De semafoor wordt hier opgebouwd en alles is gratis. Dus de hele dag door, vanaf morgen vroeg 9 uur kunnen de mensen kampementen bezoeken. Maar vanaf 11 uur staat het programma. En dan hebben we 2 dagen wat te doen. En ook zaterdag hebben we bijvoorbeeld de vogelshow met Valken. En echt een mooie vogelshow. Dus het is eigenlijk de hele dag wat te doen. Voor Kiev de special. Hier zijn uw gastheren Hans Meekenkamp en Pierre Frisson. Wat een aankondiging. Dit is een voorbeschouwing van het Eurovisie Songfestival van volgend jaar in Kiev. En dat doen we niet 1 uur. Wij doen dat niet 2 uur. Geen 3 uur, maar zelfs 4 uur tot 11 uur zitten we samen met een panel. Dit allemaal vanwege het 25-jarig bestaan van het programma De Pop aan het Dansen. Want dat programma hebben we al 25 jaar met heel veel of bijna alleen maar Songfestival muziek. Is mijn vraag, zit het qua muziek goed in elkaar, al die liedjes op Songfestival? Ja, het zit op zich wel goed in elkaar. Maar het is natuurlijk wel heel typisch altijd couplet, refrein. En dan een hoogtepunt en dan een modulatie naar het volgende refrein. En zo zit eigenlijk bijna elk Songfestival nummer wel in elkaar. Maar ik denk dat dat eigenlijk het Songfestival ook wel heel bijzonder maakt. Jullie moeten beginnen. En ik gelijk, hip, 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 hoera. Niemand, iedereen keek van, hé, dat is toch raar. Ja, niemand heeft ooit gewonnen die moest beginnen, hebben ze toen gezegd. Dat waren ook zo, geloof ik. Maar ik denk, oh gelukkig. Gelijk beginnen, goed nummer om te beginnen. Dat gaat om, als je met een ballet moet beginnen, is het al, kun je het al vergeten. Maar we hadden gewoon een meeslepend, leuk, gezellig, mooi liedje. En we dachten van, hiermee gaan wij het Songfestival openen en we gaan winnen. En wat was de titel van dat nummer? Hoe heet het ook alweer? Dingen doen. Sing tomorrow and you walk along with you ding ding dong. Ding a dong every hour when you pick a flower, even when your lover is gone. En dit jaar, is het een goed jaar? Het is een heel goed jaar. Er zijn niet veel nummers bij waar je denkt van gatje, dat vind je geen mooi nummer. Ik vind het echt ook wat een hoge kwaliteit dit jaar. Echt. En de gedachte die er is dat er een algemeen verkiezingsprogramma komt voor het lokale netwerk. Dat heeft dus betrekking op een aantal kieskringen. Maar dat wij er op ons toe zullen leggen om bij wijze van spreken een 10-puntenplan te produceren.
Het kan ook een 5-puntenplan zijn, een 8-puntenplan, waarin kort en bondig de doelen voor de komende periode worden geformuleerd. En die zijn lokaal geënt. Oh, gefeliciteerd met je verkiezing tot lijsttrekker. Ja, dank. Ontzettend blij mee. Vorige periode als vice-fractievoorzitter begonnen ooit, 7-8 jaar geleden. Toen fractievoorzitter en nu als lijsttrekker voor de VVD actief. Ben ik ontzettend blij mee en ga graag de uitdaging aan. En er worden 4 mooie jaren, maar eerst de campagne. En daar heb ik dan de mogelijkheid om als lijsttrekker voor de VVD aan de slag te gaan. Een echte verrassing was het niet, denk ik. Daar had meer competitie in kunnen gaan zitten. Ik moet zelf zeggen, ik had nog wel verwacht een paar maanden geleden, wie weet komen de tegenkandidaten. Dat had heel leuk geweest en had zo kunnen zijn. Heeft zich niet voorgedaan. Houdt in dat er veel vertrouwen is en dat de VVD eensgezind is. En zich schaart achter de keuze van het bestuur om mij voor te dragen. En ja, daar ben ik heel blij mee. En beschouw ik ook echt als compliment voor de dingen die we de afgelopen jaren hebben gedaan en hebben laten zien. En dat ga ik met beide handen aan. De fractie van de VVD telt 4 personen. Willem Lapatti, Edith van der Ham, Arjen Maathuis en ondergetekende. En gelet op de ontwikkelingen, ook landelijk, maar ook de manier hoe we politiek bedrijven in Almelo, gaan we zeker voor een uitbreiding van het aantal zetels. En het is aan de kiezer om te bepalen hoe groot dat mag worden. Nou, dan, dat was eigenlijk de bedoeling, hè? Dat jullie enthousiast gemaakt wordt, dat je ook wat leert op, dat je daar op allerlei manieren met beeldende kunst bezig kunt zijn. Je hebt niet alleen geschilderd. We hebben dus in begin juni van het vorig jaar hebben we dus de Rembrandt schildertjes 2016. Dus dat is een grote, moet je zeggen, tekenschildermanifestatie. Op het Rembrandt Festival, Rembrandt Fiesta. En daar staan wij dan met 4 tenten met een aantal kinderen. Dit jaar waren er dat ongeveer 40. Die maken dan een werk op een thema. Dat is dan geëxposeerd in november in het stadhuis. En 14 van de meest talentvolle kinderen, die hebben we eruit gepikt. En die hebben we dan, dat is voor de tweede keer nu, die geven we dan de kans om wat intensiever en wat langer met beeldende kunst bezig te zijn. En binnenkort mee op het Rembrandt Fiesta, dan komt er een nieuwe lichting? Dat was de bedoeling. Alleen dit jaar kunnen we dat niet doen. Want Mariette Weersink, dat is de coördinator van de stichting, die is 2 maanden geleden ziek geworden. Dus wij konden niet de werving naar de scholen doen. Rembrandt Fiesta, dat gaan we missen dit jaar. Maar we zullen alles in het werk stellen om zo snel mogelijk met een vervolg te komen. Dus op deze manier zijn wij in staat om heel laagdrempelig kinderen enthousiast te maken voor beeldende kunst. En het resultaat van vandaag, die werken van die talentenklas, die hebben hier dus nu een cursus van 10 weken gehad. 10 weken, 1,5 uur per week op de kunstenschool Kaliber. En vandaag worden hier dan hun eindwerken geëxposeerd. Ze hebben natuurlijk veel meer gedaan. Janke Nieboer, dat is de begeleidende docente, die is op dit moment bezig om alle mappen met tekeningen en schilderstukken die ze in die 10 lessen hebben gemaakt, om die uit te delen, de kinderen mogen. Thank you.
dit jaar ben ik de voorzitter van Groei en Bloei, Almelo. En nu heeft u weer een voorjaarsfair georganiseerd. Het is behoorlijk druk, zie ik. Ja, en het liep vanaf vanmorgen 11 uur al heel goed. En het prachtige weer werkt natuurlijk mee. Hè. Ja, we hebben natuurlijk van onze eigen afdeling veel vrijwilligers die zich inzetten voor een bloemenkraam en een verloting, koffie- en theekraam. We hebben natuurlijk ook een stand waarmee we nieuwe leden willen overhalen om lid te worden. En verder is het een groen gebeuren. Groen, vooral groen. Dus alle kramen hebben toch wel iets met een groenbeleving. Het hoeft niet altijd in de tuin te zijn, kan ook in de natuur. Met zware apparatuur, wat is dat? Die zijn van het Natuurhuis, afdeling Astrona. En dan kun je door een zonnewijzer kijken. Wij kijken naar de zon als die nog komt. Heeft Urenco nog toekomst? Dat was de vraag waar wij ons mee bezig houden. Politiek gezien zijn wij tegen kernenergie en dus ook tegen de werkzaamheden van Urenco. Maar we zagen op het moment wat interessante ontwikkelingen. Dat met name het verdienmodel van Urenco, dat langzamerhand aan het instorten is. Dat de prijs van die ze voor verrijkt uranium krijgen zo laag is geworden dat het de vraag is of ze nog in de toekomst winst kunnen behalen. Dus vandaar dat we onze vraag hadden van heeft Urenco nog toekomst? In Duitsland is het ook zo, Urenco zit dus ook in Duitsland, in Gronau, dat ook daar die vraag is. In Duitsland is het nog sterker omdat in Duitsland besloten is om helemaal te stoppen met kerncentrales. Ja, en dan is het heel onlogisch als je kerncentrales hebt om dan nog de verrijkingsindustrie in stand te houden. Dus daar is ook een hele beweging gaande die zeggen van we moeten stoppen met de uraniumverrijking. Ik zeg, dan heb je ook moet je ook een principe hebben die het verhebben veroorzaakt. Die moeten dan ook, ook betalen uiteindelijk. En wat de mensen aangeeft, dan ben ik van mening dat we een structuurmaatschappen nodig hebben. Dus alternatieve banen, conversie bijvoorbeeld ook. Ook wat de uraanverrijkingssector bijvoorbeeld aangaat, moet je dan natuurlijk over nadenken. Wat zou je bijvoorbeeld alternatief kunnen produceren in deze bedrijven? En dan weer nieuwe banen scheppen. Maar ik weet wel dat bijvoorbeeld de burgemeester wel sterk voor is. Met name vanuit het oogpunt van werkgelegenheid. En daar hebben wij ook oog voor. Maar ons inziens is er in de alternatieve energiesector voldoende werkgelegenheid te scheppen. Zodat je dan mensen toch gewoon aan het werk kunnen blijven. Nou is Urenco staatsbedrijf. Ja. Heb jij enig idee hoe er hier op gemeentelijk niveau wordt bekeken? Want weliswaar gaan de beslissingen vanuit Den Haag. Maar heeft Almelo zelf er daar nog enig invloed op, wat er ook gebeuren gaat? De enige invloed wel. Ik denk dat ze wel een lobbyapparaat hebben om daar regelmatig over te spreken. Echte invloed niet, dat wordt toch op landelijk niveau wordt dat beslist. We hebben hier een expositie van houtsneden die mijn vader gemaakt heeft.
En waar mijn moeder liederen bij heeft gezongen. En dat is een soort eerbetoon aan mijn ouders. Van wie ik heel veel inspiratie en creativiteit heb gekregen. En er hangen hier nu 10 werken van mijn vader. En dat zijn houtsneden. Dus dan guts je uit hout. Dan druk je dat af en dan guts je weer opnieuw. Net zolang tot er een hele mooie voorstelling ontstaat. En daar hangen er nu 10 van. Een serie. Bij liederen. Het thema eigenlijk van deze serie houtsneden is het verhaal van de liefde. Van een jong meisje wat de liefde leert kennen en de goede kanten ervan. Ook de teleurstellingen meemaakt. De keuzemomenten van hoe moet het verder. En het eindigt met een heel mooi verhaal. Een heel mooi lied over een varkenshoeder. En dat meisje dat zingt over een andere vriendin van haar. Die heeft een hele rijke man. En dat is allemaal heel moeilijk. Want die slaat haar. En dit meisje zegt, ik heb maar een arme varkenshoeder, maar ik ben heel gelukkig. Wat abstracter maak ik rond symbolen. En ik maak het ook met textiel. Dus ik maak ook grote kleden wel, veel, veel groter dan deze houtsneden van textiel. Maak ik ook kunstwerken, bijvoorbeeld. En geef je die passie ook door? Doe je daar verder iets mee? Nou, ik probeer daar met name ook in mijn werk wat mee te doen. Dus ik geef workshops waarin ik mensen probeer aan te moedigen om ook hun eigen creativiteit omhoog te halen. En dan dat ook weer te verbinden met hun geloof of met hun, de zingeving van je leven. Hè? Hoe symboliek, de diepere laag in een mensenleven. Dus daar, dat ga ik hier ook, is de bedoeling in deze ruimte de lichtkring doen. Als deze expositie klaar is, zijn er nog meer werken die getoond kunnen worden? Ja, van mijn vader, maar ook van mijzelf en ook wel van andere mensen. Mijn zoon heeft een spannende fotoreportage gemaakt over een bijzondere inktvis die door de klimaatsverandering en dat soort dingen bedreigd wordt. Nou, dat zijn ook belangrijke thema's. Dus, wie weet wat er nog meer komt. Dus dat laten we op ons afkomen.